chicos y chicas, bienvenidos al Lorenz Lyceum. Welkom bij Spaans op het Lorenz. We gaan jullie vandaag allemaal Spaans leren en vertellen hoe Spaans eruit ziet op het Lorenz. Nou, en ik zal vertellen wat het programma is voor jullie, voor dit klein mini-lesje. Wat we gaan doen is het volgende. 1. Ten eerste gaan wij ons voorstellen, wie zijn nou de professoras op het Lorenz? Ten tweede gaan we jullie vertellen over het vak Spaans op onze mooie school. Daarna ga jij zelf leren hoe je jezelf voorstelt en hoe je groet en afscheid neemt in het Spaans. Ook heel handig om te weten. En tenslotte zullen we afsluiten met een leuk mini-quiz voor jullie. Hola, me llamo Elke Brouwer de Koning. Soy profesora de español. Mis países favoritos son España y Ecuador. Me gusta viajar y hacer deporte. ¿Y tú? Gracias, Elke. Ahora yo. Hola chicos y chicas, me llamo Karen García, soy de Colombia y soy profesora de español. Vivo en mi mega con Short, Daniel y mi perro, Isa. Me gusta leer y no me gustan los pepinillos. Oké, nu hebben jullie eerst de Spaans gehoord en gaan we jullie vertellen hoe Spaans eruit ziet op het Lorenz Lyceum. Spaans is een verplicht vak in de tweede en derde klas van het VWO. Dus dat betekent dat als je VWO gaat doen, dat je dan in ieder geval 2 jaar Spaans doet. Als je naar de HAVO gaat, dan doe je geen Spaans. Dan krijg je Duits in de tweede en de derde klas. In de bovenbouw mag je Spaans kiezen. Dus dat betekent dat je vanaf de vierde klas kan kiezen of je wel of niet eindexamen wil doen in Spaans. En als je ervoor kiest om daar eindexamen in te doen, dan heb je dus in totaal 5 jaar Spaans. In de onderbouw, dus wat iedereen gaat doen die bij ons naar het VWO gaat, leer je te vertellen over jezelf en over je vrienden en familie. En je leert ook natuurlijk over Spanje en Spaans-Amerika. Spaans wordt niet alleen maar in Spanje gesproken, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en allerlei landen. En de vlaggetjes die zie je hier bovenaan de PowerPoint. En in de bovenbouw, dan ga je daar natuurlijk mee door. En dan blijf je spreken en lezen en luisteren en schrijven. En dan leer je ook meer over de cultuur, maar ook over de literatuur van Spaanstalige landen. Dankjewel, Elke. Nou, en nu het Spaans. Hoe leer je nou begroeten en afscheid nemen? Hoe doe je dat in Spaans? En misschien ken je al wat woordjes stiekem, vanwege vakanties in Spanje of hier en daar op televisie. Hola en adios. Hallo, dag. Heel bekende woordjes. Hola. Hola Elke. Hola. Nou, buenos días. Ook heel belangrijk. Hoe groet je 's ochtends? Goedemorgen. Daarna hebben we buenas tardes. Goedemiddag. En in Spanje kun je om 7 uur 's avonds nog steeds goedemiddag zeggen. Best wel apart, toch? Ten slotte hebben we buenas noches. Oftewel, goedenavond. Nou, en hoe neem je nou afscheid? Adiós, mamá. Hasta luego. Ook een bekend manier om afscheid te nemen. Dat betekent tot ziens. Nou, en nu? Hoe vraag je aan iemand hoe het gaat? ¿Cómo estás? Elke, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Super. Estoy regular. Estoy muy mal. Oh, dat is jammer. Heel slecht. Nou, en nu gaan we kijken naar een aantal belangrijke vragen en antwoorden waar je je kan voorstellen in het Spaans. Handig om te weten voor je volgende vakantie in Spanje. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elke. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Cómo estás? Estoy fenomenal. ¡Wow! ¡Fantástico! ¿Qué lenguas hablas? Hablo neerlandés y español. Muy bien. ¿Y de dónde eres? Soy de Arnhem. Muy bien. En om te kijken of jullie iets geleerd hebben vandaag, gaan we een mini-quiz doen. Wij gaan de vragen voor jullie voorlezen. Als het nou een beetje te snel gaat, kun je natuurlijk gewoon de video eventjes op pauze zetten, zodat je iets langer na kan denken. Of je kan even terugspoelen om nog even te spieken wat ook alweer het antwoord was. Goed, dankjewel. Laten we beginnen. De allereerste vraag is,
Hoe groet je in het Spaans om 9 uur 's ochtends? Hier zien jullie allemaal saludos of despedidas. En de vraag is, welke van de onderstaande woorden gebruik je om te begroeten, saludar, en welke om afscheid te nemen, despedir. En dan de derde vraag. Hoe heten las profesoras de español van het Lorenz? Hebben jullie het onthouden? De vierde vraag. Welke van de volgende talen is behalve het Spaans ook een officiële taal die ze in Spanje spreken? Is dat Engels, Catalaans of Portugees? En dat is iets wat je niet in de video hebt geleerd. Misschien moet je even googlen. Oké. Dan gaan we door naar vraag 5. En dit heb je wel eerder gehoord. Ik ben benieuwd. Even kijken. Welke vragen horen bij welke antwoorden? Natuurlijk zijn de antwoorden nieuw. Maar jullie gaan kijken welk getal bij welke letter hoort. Nog een vraag die je misschien zou moeten opzoeken, maar misschien weet je dit wel. Hoeveel mensen hebben Spaans ongeveer als hun moedertaal? Dus hoeveel mensen hebben toen ze een kindje waren thuis Spaans leren spreken? Is dat 1 miljard? Is dat 450 miljoen of 50 miljoen mensen? Goed. En de zevende vraag, die weet je ook nog niet, of misschien wel stiekem. Hoeveel Spaans sprekende landen zijn er in de wereld? Zijn dat er 100, 21 of 56? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de quiz. De antwoorden die vind je vanaf 1 uur op de website van de school. En we hopen dat we jullie snel in het echt mogen zien op school. Als iedereen weer overal naartoe mag. Heel erg bedankt. Voor het meedoen met deze online open dag van Español. Y hasta luego. Hasta luego, chicos y chicas. Adiós.